Hallo allemaal. Ik heb vandaag iets heel leuks op de planning, want ik ga jullie meer vertellen over het studentenpanel. Als je meer wilt weten over hoe jij de kwaliteit van je school kan verbeteren, kijk dan vooral even verder. En het is natuurlijk ook heel interessant om te weten dat je er iets voor terug kan krijgen. Dus ik ga het allemaal voor jullie uitzoeken. Ik heb een hele leuke verrassing voor jullie, want ik heb iemand uitgenodigd die lid is van de studentenpanel. Kai. En Kai is derdejaars studenten en gaat ons eens even vertellen waarom zij lid is en waarom wij lid moeten worden. Jij. Eerste is, het is natuurlijk jouw opleiding. Je wil natuurlijk je opleiding zo goed mogelijk, zo fijn mogelijk en zo makkelijk mogelijk eigenlijk doen en halen. Studenten zijn immers de personen die het doorlopen, het hele proces. Daarom vind ik het belangrijk dat studenten zich laten horen wat ze vinden van de opleiding. Tweede nummer, ja. 2. De generatie voor jou. Dus ik zit nu derde klas, dus mensen in de vierde klasse. Als het goed is, en dat hoop je natuurlijk hebben, dus in de studentenpanel en in de questpacks allemaal aangegeven wat beter komt. En dan hoop ik dat ze dat hebben doorgevoerd. Ik weet niet hoe het vorig jaar was, maar dat ze het dan verbeterd hebben voor mij. Dus de generatie na. Ja. Ik heb vorig jaar nog questpacks ingevuld voor jou, want jij bent tweedejaars. Dus jullie hebben nu ook extra werkplekken, dus you know, you should be thankful. Nummer 1. Je krijgt dus punten per vragenlijst die je dan invult als je in de panel zit. En volgens mij als je die punten allemaal verzamelt, een bepaalde score, kan je inleveren voor een poll voucher. Oh, dat is interessant. Dus stel je voor, ik heb heel veel meningen. Ja. En ik vul er echt honderden in, honderden beter punten. Dan kan ik dus sparen voor een bol.com. Ja. Dat is heel interessant. Hartstikke bedankt voor je tijd. En ik denk dat ik wel overtuigd ben. Maar ga je nu dan inschrijven voor het panel? Zo, ik ben nu net terug van mijn gesprek met Kai. En ze heeft me wel degelijk overtuigd om me in te schrijven. Wat mij vooral heel erg aansprak was het feit dat ze wel echt luisteren naar je mening. Bijvoorbeeld, je wilt betere studieplekken, je wilt meer ruimte om te studeren. Er wordt ook echt wel degelijk wat aan gedaan. Zoals ze al in het filmpje zei, hebben ze meer werkruimte. Dus ja, dat vind ik wel heel fijn dat er wel echt iets aan gedaan wordt. En natuurlijk de bol.com kaarten zijn heel erg verleidelijk. Want die wilden natuurlijk wel iets voor terug. Ik ga jullie laten zien hoe je moet inschrijven. Zodat dat ook duidelijk is. Dus ik ga het even voor jullie uitzoeken. En dan kunnen jullie ook mee meekijken hoe ik me inschrijf.
Jouw stem telt. Jouw stem telt. Jouw stem telt. Jouw stem telt.